en Stef doen hun ronde op Manifesta 9 in Waterschijn. Heel de zomer zijn ze hier al actief als vrijwilliger. Is there a problem? Chiad houdt vooral toezicht in de hal met 14 ton textiel en 16 naaimachines. Onze taak is hier gewoon supposed om hier te staan bij de bezoekers die hier komen. Te helpen als ze problemen hebben bij de naaimachines. Ik heb er echt plezier mee en ik heb ook heel veel mensen leren kennen. Onder andere ook de gidsen die hier zijn. En uiteindelijk, dan doe je daar na werk, gaat je dan iets gaan drinken of zo. Dus dat is ook wel altijd heel leuk meegenomen. Zo'n grote tentoonstelling en zo'n grote ruimte kan absoluut niet zonder vrijwilligers. Dus zonder vrijwilligers zou er geen Manifesta zijn. Wij hadden een 200-tal vrijwilligers toch? Ja, opgesplitst over de maanden. Natuurlijk in de vakantiemaanden waren dat meer echte jongeren van het middelbaar onderwijs. Nu zijn dat ook degenen die nog niet terug naar school zijn. Maar ook de scholieren die het heel fijn vonden en die dan ook nog in de weekends toch terug komen werken. Ja. Je ziet hier, dat is allemaal zo met bandjes of hier. Tegen de tafels geniet, want zo kun je het niet meer meenemen. Stef is verantwoordelijk voor de tweede verdieping. En daar moet hij alles extra goed in het oog houden. Eigenlijk moet ik hier rondlopen en kijken of de mensen ergens aankomen. Maar het is vooral eigenlijk hier bij de werk van Jota dat eigenlijk al die spullen die je hier ziet liggen, die wil ze nogal vaak meepikken. En er zijn ook al heel veel spullen van gestolen geweest. Maar nu zijn die dingen allemaal vastgeniet, zodat ze het niet meer kunnen meenemen. Want het is eigenlijk een deel van het kunstwerk. Soms stellen ze wel vragen, maar dan zijn het eerder zo vragen van waar is de wc of waar begint de grondleiding. Maar eigenlijk de uitleg geven over de werken, dat geven de gidsen bij de grondleidingen. Manifesta 9 zit al aan om en bij de 70.000 bezoekers. Van een succes gesproken. Het is een fantastisch project geweest. Het is een heel mooie. Kwatem ook Medina als curator heeft een heel mooi project op poten gezet. Is internationaal goed onthaald geweest, maar is ook lokaal. Was in het begin een beetje wennen voor de lokale bevolking. Van wat gaat dat allemaal geven, Manifesta 9? Die komen hier. En dat heeft heel lang geduurd voordat ze over die drempel heen konden om hier echt te komen kijken. Maar je ziet dat mensen nu bij de bakker erover aan het babbelen zijn. En dat is hetgeen wat we eigenlijk heel graag willen. Ja. Tot en met 30 september zijn we tot 7 uur 's avonds open. Dus voor diegenen die nog niet zijn geweest, haast u. Voor diegenen die wel al zijn geweest, we hebben de 29 september ook nog een klein afsluitfeestje. We zijn dan open tot 8 uur 's avonds en dan daarna gaan we nog door. We hebben een aantal optredens gepland. We zorgen hier dat er ook wat leuke muziek wordt gedraaid, zodat we het hier ook feestelijk kunnen afsluiten.